We hebben hier het script en de CSS voor een groot deel weggehaald. En we gaan nu het modaalvenster een beetje opnieuw opbouwen. We gaan eerst ervoor zorgen dat die modaal er is. Van de sluitknop is alleen het woordje sluiten hier aanwezig. En we gaan daarvoor naar het script. We hebben hier dus dat modaal deel. Daar zit dus een modaal venster in en een sluitknop en de modaal inhoud die later wordt gevuld door het script. We gaan die modaal achtergrond maar eventjes gaan vormgeven. En dan kiezen we dus de selector voor de achtergrond. We geven hem een achtergrondkleur, background color. En die doen we dan transparant. Heel erg donker. Je kan natuurlijk ook een tint erin zetten als je dat wil. En dan voor een deel doorschijnend. We willen hem eigenlijk helemaal de achtergrond laten bedekken. En we gaan nu eventjes terugkijken. We gaan hem verversen hier zo. En dan zien we dus ook die achtergrond. We zien dat hij alleen maar die sluitknop bevat. We willen hem de hele achtergrond bedekken. Dus we geven hem een hoogte en een breedte van de viewport. Dus we geven hem de height. Die is dan 100 viewport height. En een breedte van 100 viewport width. We verversen de pagina. En dan zien we dus dat hij de hele boel opzij duwt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We kunnen dan gaan werken met position absolute. En dan kunnen we hem ook boven inzetten, zodat we geen last hebben van de padding van de body. Top. Die is gelijk aan 0. En left is ook gelijk aan 0. Dan zou die goed staan, hier bovenin. Waar het niet dat als je hier nu scrolt, dat hij nog meer naar boven gaat. En daarom is position absolute in dit geval niet zo handig. En we kunnen beter gaan werken met position fixed. Op dat moment kan er ook gescrolt worden, maar dan blijft hij gewoon netjes staan. Vervolgens gaan we de inhoud, dat is dan in dit geval modaal venster, gaan we in het midden plaatsen. En we geven ook een bepaalde breedte. Dus we gaan hier naar modaal venster. En die kunnen we goed in het midden zetten als we een grid eigenschap gebruiken. We gaan die modaal achtergrond een display grid geven. En dan zetten we daar geen kolomdefinities in en ook geen andere definities. Maar we zeggen hier dat deze in ieder geval een breedte moet hebben. Een breedte misschien van 90 VH of iets dergelijks, of 80 VH. Dat hangt natuurlijk een beetje van de smaak af. Zoals je dat wil zien, we gaan zo kijken wat het effect zal zijn. Ik zeg het nu voorlopig even naar 80 VH gaan. Dan zien we links en rechts nog 10% over. Maar misschien kun je met een media query voor mobiles hem iets breder zetten. En we geven hem een justify self. Dat is een eigenschap bij CSS Grid. En die kan je op center zetten. En een align self op dezelfde manier. Ook center. We verversen de pagina. En we zien dat hij dus hier zo in het midden gaat staan. Het is nog niet zo prominent. We geven het modaal venster ook nog een achtergrondkleur. Bijvoorbeeld een background in background color. En die is dan bijvoorbeeld wit. En we geven wat padding. En die kan bijvoorbeeld 2 mm zijn.
En je kan zelfs nog met nog houtere paddings werken. Je kan met afgeronde hoekjes werken. Dat is allemaal aan jou. En een drop shadow is natuurlijk ook gebruikt in de uitwerking zoals in het vorige plaatje was. En nu zien we hier dus dat die duidelijk aanwezig is. En je ziet ook dat die 80% is. En je kunt hem straks dus met inhoud gaan vullen. Het volgende probleem is nog even dat we die plaatjes die we hier zien waar we op kunnen klikken. Daar kunnen we op dit moment even niet bij trouwens. Die zijn wat, omdat het modaal venster ervoor zit. Die kunnen we wat kleiner maken. En we hebben hier gezien dat die kleine plaatjes allemaal de class trigger hebben. En dat is nu erg belangrijk om ze straks ook te selecteren en allemaal te zorgen dat ze een verband gaan krijgen met de modale inhoud. Maar we kunnen ze nu alvast selecteren en wat kleiner maken. Trigger. En de images die erin zitten. Die geven we een hoogte van 4 am, zodat ze wat onderscheid hebben met de gewone afbeeldingen in de sections. Verzet de pagina en dan zien we dus dat de kleine plaatjes nu duidelijk zichtbaar zijn. We gaan er straks met JavaScript voor zorgen dat het modale venster verdwijnt.